Nou, dit wordt mijn eerste filmpje op YouTube. Ik vind het een beetje spannend, maar ik ga het gewoon doen. Ik heb een heel mooi pakketje gekregen van Vrouwtje. Ik heb haar een paar maandjes geleden leren kennen via Instagram. En we sturen sindsdien elkaar steeds hele mooie pakketjes. En zij heeft ook een YouTube kanaal. En elke keer als zij een pakketje van mij kreeg, dan heeft ze het op film gezet. En ik vond dat zo leuk. En zelf vind ik het een beetje spannend, dus ik heb het eigenlijk nooit gedaan. Maar ik ging hem natuurlijk openmaken vandaag, het pakketje. En toen zag ik een briefje. Dus zei ze, wil je hem alsjeblieft ook unboxen op video. Dus, nou, hierbij mijn eerste keer. Veel plezier ermee. Nou, ten eerste is het al echt prachtig versierd. Echt zo leuk. Het is altijd zo'n feestje om het zo te ontvangen. Als je dan het pakketje van de postmeneer krijgt. Het is altijd zo'n feestje als je zo'n pakketje ineens aan de deur ziet verschijnen. Dus het is altijd een feestje om open te maken. Dus nou, daar gaan we. En ook een beetje spannend. Oh, kijk nou eens hoe mooi het verpakt is. Stiekem had ik het natuurlijk al een beetje gezien. Omdat ik hem natuurlijk al begon open te maken. Maar ik heb nog niet erin gekeken verder. Dus voor de rest, ik heb dit kaartje gelezen. En die vond ik heel erg lief. Maar ik laat hem even niet lezen op film. En dus zag ik deze ook al. Dit is zo leuk. Kijk, het zijn allemaal kleine samples van leuke papiertjes. Ik vind het zo leuk. Het is zo leuk om van andere mensen gewoon wat te krijgen wat zij weer hebben. Want dat heb je gewoon zelf niet. Het zijn echt mooie patroontjes. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen. Nou, Velda, ik zie al hele mooie, schattige, kleine dingetjes. Een hele leuke pons dit. Oh. En die wil ik dan ook weer natuurlijk. En dan wil ik ook van jou weten waar het vandaan komt. En uiteraard ga ik dat ook in mijn junk journal plakken natuurlijk. Dat snap je wel. Nou, daar gaan we hoor. Ta-da-da-da. Oh. Oh. Wat een feestje is dit toch. Kijk nou. Oh, waar moet ik beginnen? Nou, ik begin gewoon hier bij het mooie doosje. Even kijken. Oh, oh. Heb je dit zelf gemaakt? Oh, oh, yes. Ik had niet zoveel stempels. Of, hoe heet het? Postzegels. Oh, wat leuk. Oh, dat is zo handig. Dankjewel. Oh, en mooie labels. Oh, echt super gaaf. Ah, een poesje. Oh, dit lijkt wel koken met de kittens. Kijk nou. Oh, die ga ik even apart leggen, want die gaat als eerste in mijn boek natuurlijk. Oh, zo leuk. Volgens mij heb je deze getiedijd, of niet? Ik denk het wel. Oh, wat leuk. Oh, ik kan natuurlijk niet alles stuk voor stuk kijken, want duurt het allemaal te lang. Maar kijk nou. Zo leuk. Dankjewel. Oh, en oh, wat is dit voor de kat? Oh, dat zullen ze lekker vinden. Oh, dat komt goed van pas. Kijk, ook bij de poesjes, hè? Poesjes bij de poesjes. Oh, hey, wat leuk. Ik maak het ook gewoon allemaal open, hoor. Oh, kijk nou. Oh, wat mooi. Dat groen is ook zo leuk. Ik vind dat zo leuk. Oh, wauw. Echt super gaaf. Oh, deze. Ik hou ook zo van bloemetjes net als... Kijk, in je haar. Net dezelfde kleur als ik. Oh, misschien is het wel de mijne. Kan ook. Ik ben het natuurlijk nog niet gewend om een camera te ontpakken. Dus misschien zeg ik soms even niks. Maar ik vind het een beetje lastig. Oh, deze is ook mooi. Oh.
Ja, ik ruik altijd even overal aan. En dat ruikt heerlijk. Oh, kijk nou. Oh, hier ga ik een mooie journal van maken. Oh, leuk. Oh, ik hou van stofjes. Oh, deze is ook prachtig. Hoe kom je hier aan? Is echt... Oh, wat een mooie kleur ook. Hele dikke stof. Echt gaaf. Ik ben echt heel benieuwd waar je deze ook vandaan hebt. Echt leuk. Oh, de dingen die ik hiermee ga doen, vrouwtje. Zo leuk. Oh, wat is dit? Oh, dit is zo mooi ingepakt. Kijk. Zo leuk. Ik ga hem even openmaken hoor. Ken ik niet. Oh, het ruikt heerlijk. Een beetje een herfstthee. Oh, die clippers, ja. Oh, ik heb heel veel smaken nog niet geprobeerd. Dus dan ga ik dat allemaal, kan ik zo gaan proberen. Cruel Earl Grey. Oh, heerlijk. Oh, dankjewel. Oh, ik ben heel benieuwd hoe deze smaken. Oh, een cadeautje. Ik ben nog niet jarig hoor. Even kijken hoor. Kan ik dat er heel mooi? Want ik wil niet. Ik wil het natuurlijk allemaal weer gebruiken. Dat snap jij natuurlijk wel. Even kijken. Hoe kan ik dit het beste doen? Ik denk dat ik het beste door kan knippen. Kan ik het er gewoon afhalen? Nee, ik knip het toch over. Kijk, dan kan ik hem... Oh, die heb je... Ga ik hem zo mooi in mijn boekje plakken. Als je wel geschreeuw van de kinderen op de achtergrond hoort, die hebben volgens mij beneden ruzie, maar dat komt zelf wel. Oh, wat is dit nou weer voor muis? Ik stop hem even. Ik moet toch even ingrijpen beneden. Ja, daar ben ik weer. Ik dacht dat ze ruzie hadden, maar dat was helemaal niet zo. Ze waren gewoon een spelletje aan het spelen en dat ging heel enthousiast. Nou, eens even kijken. Oh, er viel ook wat uit. Even kijken. Ga ik eerst lezen. Even kijken. Een paar jaar geleden maakte ik oorbellen van knoopjes. Ah, de blog bestaat niet meer, maar ik heb er nog een paar over. Ik weet eigenlijk niet of je gaatjes hebt. Ja, heb ik. Maar ze zijn ook als decoratie te gebruiken natuurlijk. Wat leuk. Was dit dan je kaartje, denk ik, hè? Oh, wat leuk. Oh, wat gaaf. Oh, wat leuk. En verkocht je die dan ook op Etsy? Of waar verkocht je die? Wat leuk, zeg. Oh, wat super gaaf. Oh, wat leuk. Dankjewel. Leuk dat ik dat nog van je krijg. Echt super. Oh, wat is dit? Oh, wat leuk ook zo. Ja, zo hoorde hij natuurlijk. Oh, wat leuk ook. We hebben allebei nog wat meer aan de verpakking. Ons best gedaan, wat leuk. Dan krijg ik ook weer ideeën van door jou. Oh, wat leuk dit. Hé, hey, Noord-Holland. Ja, Hilversum. Ik ben in Hilversum geboren, maar ik woon er niet meer. Of ik heb er eigenlijk nooit gewoond. Oh, kijk nou. Amsterdam. Ja, Noord-Holland, dat is de provincie waar ik nu woon. Oh, wat heet, dit is het raadhuis van de... Oeh, mijn vader wordt nu heel boos op mij dat ik het niet weet. Hoe heet het nou? Oh, hoe heet die ontwerper nou? Oh, wat slecht dat ik dat niet weet. Ik kom er dan wel op, hoor. Heel slecht. Nee, nou, ik weet het niet. Dankjewel. Leuk altijd zulke persoonlijke noten... eraan. Even kijken. Mooi versierd. Oh, kijk nou. Oh, wat leuk. Wat zijn dit nou? Wat een leuke kaartjes. Heb je die van een ijsjesdoos afgeknipt? Nee, echt superleuk. Oh, wat leuk. Oh, het is echt leuk ook om in de zomer te gebruiken in je journal. Oh, dankjewel, vrouwtje. Echt heel leuk. Ik doe hem er even niet in, want dat kost er veel tijd. Ik dacht, Edgar Cooper. Las ik, maar dat zal het wel niet zijn. Edgar Cooper. Oh,
ook voor de cat. Oh, wat leuk. Voor de cat, voor de cat, voor de kat. Voor de kat. Oh, wat leuk. Dankjewel. Nou, dat kunnen ze even lekker gaan proberen. Oh, wat leuk. Oh, ik vind het altijd zo leuk, hè, zelfgemaakte dingen. Oh, kijk nou. Je hebt ook zo'n mooie pond. Is het, dat lijkt wel een beetje op die van mij. Pak hem er ook bij. Joh. Nee, het is iets anders. Ik heb deze. Maar dat is wel is iets anders. Maar die is ook erg mooi, die van jou. Leuk. Een mooie tags. Oh, wat leuk. Oh, super. Leuk, hè? Hoe we allemaal andere materialen hebben, hè? Zo leuk. En ook om te delen met elkaar. Oh, dit is leuk. Oh, the things I can do with it. Oh, leuk. Wat leuk, het is ook Nederlands. Je ziet het eigenlijk allemaal maar in het Frans of in het Engels. Wat leuk. Ik ben wel benieuwd waar je dit vandaan hebt. Want het lijkt wel gewoon cardstock, of hoe heet dat? Het lijkt wel gewoon gedrukt papier. Maar ik krijg het er niet mee in, hoor. Oh, wat is dat? Oh, wat is dit voor moois. Oh, hier hou ik zo van. Oh, prachtig. Het ruikt ook echt oud. Heerlijk. De geur van oude boeken. Heerlijk. Maar ja, dat weet jij wel. Oh, zo leuk. Ik heb deze ook nog nooit gezien. Kijk dit welke keer. 76. Leuk hoor, dankjewel. Oh, papiertjes. Oh, deze had je vorige keer ook meegestuurd. Die heb ik natuurlijk allemaal helemaal opgebruikt. Dat snap je wel. Oh, wat leuk. Oh, kijk dan nog meer van die mooie dingen. Oh, yes, yes. Oh, prachtig. Oh, leuk. Oh, ik hou hier zo van. Dat mensen dit dan ook wegdoen, hè? Dat ze dat bij de kringloop brengen. Maar ja, die doen er niet mee wat wij ermee doen, hè? Oh, zo leuk, hè? Oh, kijk nou. Oh, echt. Oh, deze ga ik gewoon, denk ik, in mijn junk journal doen. Zoals bladzijden. En sommige uitknippen. Oh, wauw. Oh, dit is ook leuk. Wat is dit voor moois? Dat kan jij me vast wel vertellen. Nee, niet aan dat dit het jaar toch is. Oh, kijk nou eens even. Oh, wat leuk. Is handig. Oh, wat leuk. Nee, die heb ik ook. Papier hier. Hé, hey, dat zijn van die stickers die ik heb gestuurd. Ik ben trouwens zelf washi stickers aan het maken. Van overtrekpapier en dan doe ik er een plaklaag achter. En dan printen en dan uitknippen met mijn mooie apparaat. Oh, dat wordt leuk, joh. Maar daar krijg je natuurlijk wel weer voorbeeldjes van. Binnenkort over de post. Jij met mijn proefkonijn natuurlijk. Nou, even kijken hier. Oh, kijk nou. Oh, recepten. Oh, compoot. Oh, wat leuk. En die mooie, die heb ik ook al gebruikt vorige keer in mijn... In mijn journals. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Wat een leuk oud boek, zeg. Die heb ik nog nooit gezien.
Oh, echt leuk hoor. Maar die moet ik er wel weer even mooi terug in doen natuurlijk. In je mooie... Wat leuk zo gemaakt. En jij doet ook mooi dat... gewoon je naaimachine. Gewoon papier naaien. Volgens mij de mensen die echt... echt naaien, die verklaren ons voor gek, geloof ik. Dat we het op papier doen, maar... I don't care. Oh, dat een mooie kleur, hè? Oh, sprookjes. Oh, je weet dat ik daarvan hou. Oh, kijk nou. Wat een mooie kleur. Een mooie tekening. Ik denk dat ik die tekenaar ken. Dat is... ja, volgens mij een Russische, of niet? Hoe heet die nou? Iets met... Nou... Ik weet niet, volgens mij kan ik het niet uitspreken, ook al zoek ik het op. Oh, die is mooi, hè? Oh, kijk. Kijk, dit lijkt een beetje op Coco. Oh, Coco is onze poes. Voor de mensen die het zien anders dan jij zien. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Repelsteeltje. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Oh, echt leuk. Oh, echt super leuk, vrouwtje. Wat ik er allemaal mee kan doen. Zo leuk, hè, dat er meer mensen zijn die van dit soort dingen houden. Je denkt zelf dat je gek bent, dat je papier zo leuk vindt. En plaatjes en stickertjes en dingetjes. Oh, echt leuk. Mooi hier. Gaaf zeg. Oh, wat leuk. En dit tissuepaper. Oh, dat is ook zo mooi. Kijk, 1, 2. Oeh. Oeh. Oh, super bedankt, vrouwtje. Ik vind het echt... Het is echt een feest om iets te krijgen. Echt waar. Echt, en jij zegt elke keer van, ja, dat je niet genoeg stuurt. En dat vind ik, dat is echt niet waar. Het is gewoon leuk. Het is gewoon een feest. Echt. Moet je kijken, dit is toch prachtig. Nooit zeggen alsjeblieft dat je te weinig stuurt. Of, ik vind het leuk. Dus ik ben echt, echt blij. Dank je wel. En, je hebt me zover gekregen dat ik heb gefilmd. Nou, wat wil je nog meer? Nou, doei!